Ik heb last van het imposter syndroom en heb het gevoel dat ik het nooit goed genoeg doe. Hoe kom ik hier vanaf? Binnen die beleving van die imposter, hè, van hé, hey, ik doe mijn best. Alleen, ik heb het gevoel dat ik een oplichter ben en dat ik elk moment door de mand kan vallen, dat mensen erachter komen. En dat ik dus eigenlijk harder en beter moet werken om maar niet door de mand te vallen. Dat zijn de kenmerken van de imposter. Zelfs de beste man, Einstein, die heeft gezegd: Mijn prestaties die hebben meer te maken met uh, toeval dan met mijn uh, intellect. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en je voorzien van waardevolle informatie en tips. Mijn naam is Chris, mindbodyarts, en tegenover mij zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een vraag gesteld gekregen en die luidt als volgt. Ik heb last van het impostorsyndroom en heb het gevoel dat ik het nooit goed genoeg doe. Hoe kom ik hier vanaf? Nou, impostorsyndroom, het is iets... Uh... Het voelt bijna alsof het een soort van nieuw, nieuw, nieuwe term is. Ja, zeker. Ook wel een hippe Engelse term in dat geval. En uh, heb je daar eerder van gehoord? moet je eerlijk zeggen, tot een jaar of twee geleden heb ik er nooit van gehoord. En toen kwa kwa kwamen ze een beetje binnendruppelen van: Ik ben een imposter. En ik denk: Een imposter? Huh? <laughs> Wat ben je dan? <laughs> Wat is de Nederlandse vertaling daarvan? <laughs> ja, nee, ja ik, zou, ik zat echt te denken: van, nee, iemand zei dat volgens mij op de werkvloer: Ik ben een imposter. Ik denk, nou. Een postman ken ik, maar een imposter niet. Dus, uh, maar goed, misschien ook een mooie brug. Wat is, wat is een imposter syndroom? Nou, een imposter syndroom, dat uh, wordt eigenlijk naar het Nederlands. Ja, het vertaalt eigenlijk niet zo lekker. Maar wat mensen daarmee bedoelen. is dat ze zich eigenlijk een soort van een bedrieger voelen. Een soort van een oplichter voelen. op het moment dat ze in een werkcontext zijn. En dat ze elk moment het gevoel hebben dat ze door de mand kunnen vallen. En dat ze dus als het ware ontmaskerd gaan worden. Dat ze namelijk. Uh, intrinsiek eigenlijk geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Oh, ja. Ja, en, en, en dat klinkt best heftig, maar ja. ik neem aan dat er wel verschillende vormen zijn natuurlijk. Nou ja, het is dus ook, en wat is dus het grappige is aan het imposter syndroom, dus het gevoel dat je een oplichter hebt en ook het gevoel dat je uh, de, de zaak een beetje aan het bedriegen bent, hè, dat komt eigenlijk helemaal niet overeen met de praktijk. Dus het is echt een subjectieve ervaring hoe jij je prestaties op het werk dan voornamelijk ervaart. Maar het heeft eigenlijk vrij weinig te maken met objectief gezien hoe je presteert. Het is niet dat mensen denken van, hé, hey, uh, eigenlijk ging alles het hele jaar goed en nu kwam ik bij mijn leidinggevende en ik heb nu zo'n uh, functioneringsgesprek en de, en, de, en de leidinggevende zegt van, hé, hey, je hebt er een ziek bordje van gemaakt, <laughs> je hebt alleen maar fouten gemaakt, je hebt niks goed gedaan de afgelopen half jaar. En als je dan de deur uitkomt en denkt van, hé, hey, dan ben ik een bedrieger. Nee, dat, 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 het is vaak een interne staat, de overtuiging die mensen van hun eigen werk hebben, zonder dus dat er überhaupt objectief gezien bewijs voor is. En het grappige is dat dus juist vooral de mensen die eigenlijk gewoon relatief goed presteren en eigenlijk objectief gezien gewoon slimme mensen die gewoon goed werk leveren, die kunnen zelfs vaker het gevoel hebben een imposter te zijn. Ja, dus je zegt inderdaad mensen die er een potje van maken, die hebben... Uh, het, het zijn meer de mensen die daar niet een potje van maken, die best goed werk verrichten, die ja. toch de overtuiging hebben dat ze het niet goed genoeg doen. Dat zijn vaak de mensen die tegen dit beeld aanlopen eigenlijk. Of... Ja, zeker. Ja, want is het een. Uh, wat, wat is het syndroom? Want een syndroom klinkt als een uh, samenvoegsel van klachten uh, of van, 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 van een, een, een bepaald beeld, maar is het ook een syndroom? Uh, nou, het is, in die zin is het. Ik zou het eerder een psychologisch fenomeen noemen. In die zin, we hebben niet een DSM-klassificatie... waarin wordt gezegd van... Hey, als jij denkt dat je het niet goed doet... als je het gevoel hebt dat je een bedrieger bent... en door de mand valt zonder uh, objectief bewijs daarvoor... dan uh, krijg je de sticker... en heb jij uh, een, een stoornis, om het zo maar te noemen. Nee, het is veel meer een psychologisch fenomeen. Het is eigenlijk een subjectieve waarnemer. En dat hele gevoel van imposter zijn... dat is eigenlijk gewoon een, een beeld dat is overkomen... waar je uit Amerika... vandaar dat we ook niet een hele mooie... Nederlandse vertaling ervoor hebben. Ja, en dan de term, neem ik aan. Hè? Ja, ja en, en waarin heel veel mensen zich toch wel herkennen. En dan vooral vrouwen en ook vooral hè, in hoogfunctionerende beroepen. Ja, ja want, want bijvoorbeeld uh, bij de tankstation, ik weet niet of daar impostes rondlopen. Ik, ik merk het zelf wel, ik herken het wel heel erg. Uh, bijvoorbeeld uh, op het moment, voor mij dan, als je net klaar bent met geneeskunde en dan. Begint als basisarts in het ziekenhuis. Dan loop je rond en iedereen ziet jou in die witte jas. En je de iedereen denkt ook van, oh, daar is de dokter. Die gaat mij vertellen wat er aan de hand is. Maar guess what? Die basisartsen in het begin hebben helemaal geen idee wat er aan de hand is. Die weten het ongeveer, maar die slaan heel vaak de plank mis. Omdat ze het natuurlijk moeten leren in het begin. Maar in het ziekenhuis is er vaak weinig ruimte voor een basisarts om. Rustig even mee te lopen met de specialist. Een paar maanden lang te kijken hoe het is op de werkvoer. Nee, wordt gewoon op de, op de afdeling gedropt. En je moet het gaan uitzoeken. En achteraf overleg je het met de specialist. dat je ook geen medische fouten maakt. Maar als die er niet was, dan was het één grote puinhoop. Maar ik herinner me nog wel dat in de eerste maanden. dat ik daar rondliep. toch wel echt last had, denk ik. van het syndroom. Dat ik echt dacht van. Ja, er komen mensen ontzettend ziek op de spoedeisende hulp. Dat was mijn eerste baan. Spoedeisende hulp. Dat is ook niet de makkelijkste baan om mee te beginnen. Ik zou liever gewoon bij de dermatologie een beetje vlekjes wegsnijden en zo. Maar ik koos voor spoed. En ja, dan, dan, dan komt er een heel ziek iemand aan. En dan sta je daar. En dan ben je heel rustig je ABCDE'tje. Dus je, je, je acroniem voor de handeling aan het doen in een spoedeisende situatie. En dan voel je je zo niet zeker in je zaak. En dan komen inderdaad die gedachten van ja, maar. Pietje of Carolien die doet dit veel beter. En, en ik kan dit misschien helemaal niet. En zij doen het allemaal sneller, zij pakken het sneller op dan ik. Dus, dus ik denk dat dat ook echt wel een duidelijke vorm van impostersyndroom is. En dat, dat bij mijn artsencollega's dat echt heel veel voorkomt. Ja, en wat je beschrijft, ik herken het ook heel goed van mijn eerste baan als psycholoog, hè? lange tijd geleden. Dat je dan inderdaad, dan krijg je dan ben je dan ben je bevoegd. Hè? dan ben je bevoegd als. Uh... Als psycholoog heb je hebt je papiertjes en je hebt de theoretische kennis en dan zit je met iemand in een ruimte en hè, die heeft een bepaalde problematiek... en dan denk je van, hé, hey, een aantal van die dingen die je zegt, die herken ik. Ooit ergens gelezen. <laughs> ja, die heb ik gelezen of die herken ik en ik voel de leiders als, ik wil je heel graag helpen, maar hoe doe ik dat? Dat dus je dan denkt ze van, het zit nog niet echt ingesleten, hè? die communicatievaardigheden, die ben je aan het trainen en tegelijkertijd... Het beeld, denk je van hé, hey, dat klinkt heel erg als bijvoorbeeld een angststoornis of een depressie. Het klinkt heel erg als dat, maar jouw beleving is toch wel heel anders. En de dingen die dan nou als eerst in me opkomen, hè, van, van nature dan, dan ga je een beetje op de automatische piloot. Dan denk je van, oh ja, maar dat zegt waarschijnlijk iedereen in je omgeving, dat is geen hogere wiskunde. En dan moet ik je opeens gaan helpen, maar hoe moet ik dat nou weer doen? En, dan pas, en dan als je dan een beetje ingewerkt bent, dan ga je ook veel meer ervaren van hé, hey, wat goed werkt. Maar ik, heb, ik weet nog dat ik heel vaak in die periode heb gedacht: Oh, het zou zo fijn zijn als je eigenlijk minder in het diepe wordt gegooid. En dat je een soort van 360 graden feedback-momenten hebt. Dat mensen bij ons in de kamer komen kijken. En dat je ook bij andere psychologen echt in de kamer mee zit. En hè, dat doen ze natuurlijk wel met diagnostiek, vooral. Um, maar met behandeling, ja, als je midden in een behandeling zit, ga je niet zeggen van, hey, uh, mag Jantje even meekijken. Want uh, die heeft geen idee wat een psycholoog eigenlijk doet. <laughs> hij is psycholoog, maar heeft geen idee wat hij moet doen allemaal als psycholoog. Maar ja. dat is wel de realiteit. Want je leert in boeken en je bent boekenslim. Maar je moet dan de, toch de vertaalslag maken naar de praktijk. En ik heb wel vaak het idee dat die vertaalslag dat dat veel te snel gaat. En, 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 en dat zorgt denk ik onder andere ook bij jonge artsen ervoor dat er echt ontzettend veel. Uitbranden en een burn-out schieten, omdat, omdat, ja, ik herinner ik me nog bij de geriatrie: uh, ik, ik moest één dagje meelopen en daarna moest ik ineens twintig patiënten uit mijn hoofd kennen en alles voor hun regelen, terwijl ik niet eens het systeem snapte. Ja. Dus dat zijn toch wel dingen dat je denkt: van, nou weet je, daar kan, kan het ziekenhuis nog echt wel uh, een hoop van leren. Psychologen zijn wel wat liever voor elkaar in dat opzicht, maar de artsenwereld is keihard daarin. Maar wat zijn eigenlijk de, de twee, of de twee, of de, wat zijn de, wat zijn de funderingspalen onder een impostorsyndroom? Wat, zit, wat, zit, wat steekt erachter? Waarom hebben we dat? Ja, en, en, en kijk, in deze context is het denk ik ook gewoon relevant om je af te vragen van, hey, inderdaad, als je dat zo ervaart, dat gevoel dat je een bedrieger bent, dat je elk moment door de mand valt, dat je afgewezen gaat worden, hè, die angst voor afwijzing zit daar heel erg in. Um, het is wel een goede vraag om je alles af te vragen van hé, hey, is dat logisch? He, en persoonlijk denk ik dat he, als je je eerste paar maanden als arts of psycholoog, he, dat je bevoegd bent, maar dat je je eigenlijk ook objectief gezien misschien nog niet zo bekwaam bent, he, dat in, in, in die zin is dat geen ramp. Ik zou dan ook niet per se misschien gelijk denken van hé, hey, je hebt een impostorsyndroom en je moet daar wat mee doen. He, maar op het moment dat je misschien een half jaar of een jaar of twee of drie jaar later. Als je, al wat, als je echt voldoende ingewerkt bent en een beetje in die rol gegroeid bent, hey, wat merk je dan op dat moment? Ja, want op dat moment ben je ingewerkt, je weet een beetje hoe het gaat, je hebt verschillende problematiek en verschillende klachten voorbij zien komen. Ik heb het gevoel dat dat vaak na een half jaar tot een jaar, dat je wel goed in een baan zit. Ja, als je op dat moment nog steeds het gevoel hebt: ik ben een imposter, dan zou ik wel heel erg benieuwd zijn: van... hé, hey, wat maakt nou dat jij denkt dat je een imposter bent? Ja. Als ik jou nu vergelijk met collega's die ook een, uh, een jaar werken of een paar jaar werken, ben je dan inderdaad, doe je het inderdaad minder goed? Of is dat meer een interne beleving van hoe je het doet? He, ervaren jouw patiënten of je cliënten uh, dat, dat ze niet goed geholpen worden of dat ze niet goed begrepen worden? He, dat hangt veel meer af van hoe jij je werk doet, hoe je erin staat en hoe je communiceert. En ook de achtergrondkennis natuurlijk. En als je iets vergeet of over het hoofd ziet, dat je dat dan repareert. En het is ook heel interessant, want de omgeving kan niet meten aan jou of jij een imposter bent of niet. Want je meet het pas als iemand er echt een potje van maakt. Maar het zijn dus meestal de mensen die dat die gewoon hun werk prima verrichten, maar toch het gevoel hebben van een soort van interne criticus. Ja. Het, is de, het is een beetje de, 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 ja, je zou bijna kunnen zeggen, de perfectionisten. Dat, dat, die, dat die cocktail ervoor zorgt dat mensen dus vooral met zichzelf aan het aan het, aan het, eh, ja, aan het stoeien zijn. Ja. Terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig is. Ja, en, en daar zeg je dus iets heel belangrijks. Want ook binnen die beleving van die imposter, hè, van hé, hey, ik doe mijn best, alleen ik heb het gevoel dat ik een oplichter ben en ik elk moment door de mand kan vallen, dat mensen erachter komen en dat ik dus eigenlijk harder en beter moet werken om maar niet door de mand te vallen. En dat, is natuurlijk de, dat zijn de kenmerken van de imposter, maar je hebt daar ook echt verschillende types in. Dus inderdaad, je hebt ook echt een... Als je kijkt naar subtypes, hè, je kan eigenlijk vijf subtypes van imposters grofweg van elkaar onderscheiden. En je hebt inderdaad een perfectionist... die denkt ze van... hé, hey, ik moet het goed doen... ik moet het perfect doen... want als ik een fout maak... dan faal ik. He? En om maar niet dat gevoel te hebben... van falen... heb je dus eigenlijk een strategie gekozen... om alles maar perfect te doen. En dat is het eerste type. Je hebt een tweede type... dat is veel meer de superheld... die denkt ze van... Hey, ik moet alles goed doen. En ik zorg dat ik bij die missie, bij die eindbestemming kom. En ik ga alleen maar harder en harder en harder werken om mezelf te bewijzen. Dus in die zin, hè, het is gewoon dat je eigenlijk het maximale wilt bereiken. En dat je echt bij de top wilt komen. En koste wat het kost, jij moet er komen. Hè? Je bent Clark Kent. Je moet je vrouwtje redden van allerlei uh, spinnen. Ik weet niet wat in Spider-Man de, de vijand is. Geen idee. <laughs> nou, misschien voor in de comments, hè? Ik heb Spider-Man uh, nog nooit eigenlijk gezien. Maar hij heette Clark Kent en hij was Spider-Man... en hij moest zijn vrouwtje redden. En een imposter, blijkbaar. Ja. Uh, dus dat is echt het harde werken, harde werken. Je hebt ook een derde type en dat is eigenlijk de expert. En dat is echt de overtuiging van... hé, hey, um, als ik in die expertstatus zit... als ik die, mijzelf die expertstatus aanneem... dan moet ik eigenlijk alles weten... En als ik één ding niet weet, ja, dan ben ik dus die fraudeur. Hmm, krappe marges. Hele krappe marges. En het, um, zeker bij die expert, wat ik daarin zo interessant vind, is dat. Hè, er is bijna zo. Ik, ik weet nog, toen ik um, tijdens mijn uh, masterstage op de, in het Wilmina Kinderziekenhuis zat ik op de neonatologie bij te vroeggeboren kindjes. Om te kijken wat die vroeggeboorte met hun hersenontwikkeling doet. Ik weet nog dat mijn uh, begeleider was een hele bevlogen neonatoloog. Die zei zo: hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niks weet. <laughs> en hij zei: een echte expert die erkent of die snapt dat zijn kennis van het onderwerp zeer beperkt is en die kan gewoon toegeven: ik weet het niet. <laughs> <laughs> nou ja, dat zegt hij wel een heleboel uh, wijze dingen. Ja, en die had dus echt zoiets van: hey. En hij was dus echt een van de weinige mensen in die harde artsenwereld. Die echt zoiets had van um, als mensen een vraag stelden, hè, in plaats van te bluffen om maar te voorkomen dat je door de mand valt. Hè, dat als iemand jou een vraag stelt, je denkt: hé, hey, ik ga antwoord geven, want ik heb toch die witte jas aan, dus ik moet dit weten. Dus ik bluff en ik hoop dat ik uh, goed bluff. Vaak, uh, vaak genoeg gedaan, maar dan wel op ethische manier. Ja, nou, hij zei dan echt zoiets van: hey, Goede vraag. Dat is supergoed. En uh, ja, wat, wat, dit en dit weten we er wel over. Maar dit zijn de ontwikkelingen op het gebied. En het zou kunnen dat het die kant op gaat. Maar ja, superinteressante vraag. En dat is echt uh, ja, dat, daar, daar gaan we echt naartoe. Daar is zoveel onderzoek en daar gaan we dit voor doen en dan gaan we deze studies opzetten. Dus ja. hè, hij had heel erg zoiets van. Of je nou een simpele of een ingewikkelde vraag stelde, hij dacht bij alles een super goede vraag. Maar eigenlijk weten we het maar tot in deze mate. Ja, maar dat is dus heel fascinerend. De specialisten zeiden vaker: ik weet het niet. Dan de beginnende artsen die het echt niet wisten. En dat is zeg maar echt heel fascinerend in het ziekenhuis. De, hoe, hoe, hoe gespecialiseerder en hoe slimmer en hoe beter je specialist, des te vaker die toegeeft dat hij sommige dingen bijvoorbeeld niet weet. Want we weten heel veel dingen niet. Maar de basisarts die probeert dat te verbloemen in een pakketje, omdat hij bang is om afgewezen te worden. En dat herken ik heel erg. Terwijl ik probeer dan iets uit te leggen en te verklaren, et cetera. En dan kom je bij de specialist en zeg, nou, weet ik niet. Van huh. Jij bent die expert waar ik naartoe wil groeien en jij weet het gewoon niet. Maar dat is ja. wel gewoon eindstand als je een... een, een hel, je, zeg maar je wordt een zorgverlener omdat je mensen oprecht wilt helpen. En iets niet weten is, ook, is, is een beter antwoord dan iets bluffen. Ja. En dat zegt die neonatoloog dus ook heel mooi. Ja, zeker. En dat was gewoon zo krachtig eigenlijk. En daarin... Hè, oh, het gaat natuurlijk deze aflevering voor syndroom. Daarin zie je dus eigenlijk hè, dat... Waarschijnlijk, die jonge arts die gaat bluffen omdat hij bang is dat hij anders door de mand valt. Dat je tijdens zes jaar geneeskunde of zes jaar psychologie niet hebt opgelet en het niet weet. Terwijl die expert die weet zoiets van. hé, hey, kijk, over dit subonderdeel weet ik ontzettend veel. Daar kan je me echt heel veel over vragen. En ja, grote kans dat ik je antwoord weet. Maar als ik het niet weet, alsnog ben ik content met mijn plek als specialist. En, 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 en doe ik uitspraak over wat ik wel weet. Maar ik hoef mezelf niet te gaan. Bewijzen over onderwerpen die ik niet weet. En dat ja. heeft ook vrij weinig met mij te maken. Dat onderzoek moet gewoon maar sneller gaan. Ja. ja, en we weten heel veel dingen niet. Dus dat is ook heel mooi natuurlijk om te weten. Maar hij was dus een expert. En dat was de vierde. hè? De derde. Dat was, maar hij was een echte expert. Ah, ja, 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 ik, go, ik gok dat. Het, nou, misschien is hij ook wel een imposter. Wie weet, als hij luistert, stuurt in de comments. Je weet waarschijnlijk wie ik bedoel. Ja. Je hebt ook de vierde en dat is de solist. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. En de solist, die denkt echt zoiets van, hé... Hey... Ik moet alles alleen doen. En dat het echt een, een, een schande eigenlijk voelt. Of als een zwakte voelt om om hulp te vragen. Dus dan heb je eigenlijk het gevoel van, hé, hey, ik heb deze taak gekregen. Hè? Mijn manager heeft mij deze taak toevertrouwd. En mijn manager is heel druk. En op een dag wil ik misschien ook manager worden. Dus deze taak, die moet ik in mijn eentje doen. En ik moet het in mijn eentje kunnen doen. En als dat dan niet lukt, ja, dan is dat een teken van zwakte. En een teken van hè, dat ik het dus blijkbaar niet aan kan en gefaald heb. Want anders had ik het wel. Uh, Gedaan. Ja, ook alleen maar op de manier waarop je het vertelt en als ik het interpreteer in mijn brein, dan voelt het al heel zwaar om zo te denken. Ja, ik, dat is, lijkt, is een enorme lijdenslast natuurlijk. Het is echt vermoeiend om telkens die druk zo op jezelf te leggen. Ja, absoluut, absoluut. En, hè? en ik, ik eindig misschien even met de vijfde, dan hebben we ja. fijn alle types gehad. En de vijfde is, ik zeg maar, de, de natural genius. Dat zijn eigenlijk de mensen die. Um, die, die van nature misschien ergens goed in zijn. Of ergens kwaliteit in hebben. En dat ze daardoor eigenlijk de overtuiging hebben gecreëerd. Van hé, hey, alles moet moeiteloos gaan. En dan doe ik het goed. Maar op het moment dat ik ergens moeite voor, voor ben. Dat betekent dus dat ik een mislukking ben. Of dat ik het blijkbaar toch niet weet. En. Um... Zijn, dat die, zijn dat die irritante mensen die zeggen. Oh, ik heb helemaal niet hoeven studeren. Want uh, ja, ik heb gewoon opgelet. En het ging allemaal vanzelf. Ik heb helemaal niet mijn best gedaan. Zijn dat de natural. Uh... Geniuses. Um, ja. Ik had daar zo'n hekel aan. Hele nacht gestudeerd, geknald, gevlamd. Hele nacht die, die, die meditatiemuziekjes, wie ook. Uh, Red Bull gedronken en daar kom je aan. En dan zegt hij: Ja, oh ja ik heb gewoon uh, even doorgelezen en ik was klaar. Maar ja, ja, ik... nou, dat heeft met een andere frustrat te maken, denk ik. <laughs> ja, ja, misschien kunnen we straks naar de kern gaan waarom je dit ja. zo irriteert. Misschien in de nabespreking van de podcast, ja. even die, uh, die wond helen die daar ja, zit. Ja, 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 die zit er. <laughs> maar uh, ja, kijk, dus daarin inderdaad, kijk, als een. Um, dat is wel een beetje de Natural Genius, als hij een beetje floreert of als hij in zijn element zit. Maar in de context van het imposter-syndroom, dan moet ik eigenlijk zelf persoonlijk uh, meer denken. Aan bijvoorbeeld mensen met hoogbegaafdheid, waarin je denkt: van, hé, hey, die intelligentie is eigenlijk een stuk hoger dan gemiddeld. Uh, van IQ van 130 spreek je daar dan ongeveer van. En dat is eigenlijk alles vergeleken met de leeftijdgenoten. Je leert makkelijker, je leert sneller, je kan makkelijker verbanden leggen en je hebt waarschijnlijk minder uitleg nodig. En dat dat type, dat die dan op het moment dat je naar de universiteit gaat, of misschien de middelbare school, dat alles niet meer vlekkeloos gaat, omdat ook jij moet leren. Ook jij doet dingen voor het eerst. En ook jij um, moet verbanden leggen en aan je communicatievaardigheden werken. En je heb je bepaalde hobbels, ongeacht je intelligentie. En dat als dan dingen niet gaan, dat dan gelijk eigenlijk alles instort. Want hè, huh, ik ben slim, dus ik moet het toch kunnen. Ik ben die natural genius, toch? <laughs> ja. Maar toch ook weer niet? Ja, het allergrappigste. Of ja, ik weet niet of het allergrappigste ter wereld is, maar. Ik kan het zo even beoordelen. <laughs> nou, het allergrappigste is dus ook dat zelfs de beste man Einstein, die heeft gezegd: hé, hey, mijn, uh, mijn prestaties die hebben meer te maken met uh, toeval dan met mijn uh, intellect. Ah ja. Nou, ja, ik, heb, ik heb alleen Oppenheimer gezien en ik uh, zag dat hij best wel mooie formules maakte. En uh, Einstein heeft natuurlijk veel meer op zijn, uh, op zijn CV staan. Maar ik weet nou niet of dat puur toeval is. Het, het was natuurlijk wel een soort van samenspel van natuurkundige en, en hyperintelligente mensen die samenkwamen. En daar kon hij, zeg maar, zijn ei beter in kwijt. Ja. Maar ik denk als jij als je daar iemand anders had neergezet in zijn plek, weet ik niet of we al die theorieën zouden krijgen. zeker nee, ja, nog de meeste niet. mensen, zeker in die tijd, hè, de meeste mensen waren gewoon arbeiders, ze waren gewoon het land aan het bewerken. Die waren, waren helemaal niet bezig met natuurkundige formules of de grote problemen der aarde. proberen te ontfutselen en begrijpen. En dan ook nog hè, zijn formule ees 2 die wordt nog steeds gebruikt. en de relativiteitstheorie. Ja. Hè, dat zijn echt uh, enorme doorbraken. Maar dat je dan zegt van hé, hey, dat is gewoon puur toeval. Hè, dat is natuurlijk bij iemand die wij wereldwijd erkennen als een genius. Als ik aan jou zeg, wie is de meest intelligente man aller tijden. Ja. Grote kans dat je, dat je. Dat ik Aisha zou zeggen als ze een man zou zijn. Nee. <laughs> <laughs> dat je dan, in de, dat je dan uh, Albert Einstein. dat dat een van de eerste associaties is die je hebt. Terwijl de beste man zelf dus het gevoel had van. hé, hey, ik ben een bedrieger, ik ben een imposter. En sterker nog, um, hè, dat was ook natuurlijk in de film Oppenheimer. en dat was best wel een sombere, betroefde man. Ja. Maar dat zie je vaker ook bij die Griekse grootheden. Um, ik heb ook het idee dat mensen als op een duur. Dermate intelligent en slim zijn en dermate verbanden leggen in het leven, dat ze allemaal een beetje somber worden op een deur, lijkt wel. Want, want misschien, eh, zeg maar, hoe meer je weet, hoe, hoe ja, ik kan me ook voorstellen dat je op een deur ook dingen gaat zien die je niet had willen zien, of verbanden gaat leggen die je eigenlijk niet wilt leggen. En dat het soms gewoon ook fijn is om niet zoveel na te denken. Ja. Om gewoon absoluut. Lekker simpel te denken en te denken van, nou weet je, is vandaag weer een nieuwe dag, we gaan weer verder. In plaats van denken, oh, het is dus vandaag weer een dag en mijn energiespiegel is zo en de zon die staat daar en uh, op aarde gebeurt dit en dat en er is een verschuiving. Ja, daar word je niet vrolijk van als je zo doorgaat. Nee, ik moet dan nu gelijk, heb ik de associatie ook uh, met complotdenkers en zonder op het thema complotdenkers in, in te gaan of... Uh, He, maar dat is natuurlijk wel dat dan, he, er is een bepaald event in de wereld en daar heb je bepaalde gedachten over. En dan ga je erover dingen opzoeken. En dan kom je in een bepaald algoritme terecht waarin die gedachten versterkt worden. En op een gegeven moment denk je van pff, ik trek het allemaal in wat zwaar en uh, word wakker. En, en dat is volgens mij een beetje wat er gebeurt. Dat he, als je te veel nadenkt en te veel dingen gaat overdenken, dat je daarin dus ook jezelf heel erg kan gaan verliezen. Ja, en dat is ook die, die, die rabbit hole die je ingaat. En dan. Heb je ook nog factor social media met algoritme? Die algoritme die hebben dan zoiets van, hé hey, jij zoekt iets op over een oorlog of jij zoekt iets op over, uh, over het milieu. Dan word je daar ook in gesleurd en ingehouden. En uh, ik denk ook sowieso dat social media een grote rol speelt bij imposter syndroom. Ja omdat, zeker. Omdat social media, als je dan uh, bijvoorbeeld terugkijkt naar ons, bijvoorbeeld de Good Doctor, dat is dan een dokter die alles al wist en die had alles goed. Uh, goed voor, of je kijkt op social media naar mensen die perfectie proberen na te leven of na te streven. Ik kan me voorstellen dat mensen zichzelf gaan vergelijken met die mensen en daardoor juist nog een nog lager intern zelfbeeld krijgen en een nog grotere interne criticus creëren. En dat, ja. en, 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 en dat zie je nu ook dat heel veel jonge mensen hebben zoiets van: hé, hey, snel rijk worden en snel dit en dat door internet. Maar het is ook niet de realiteit. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen dan ook bij bijvoorbeeld een normale normale baan of wat dan ook. Ook, ook, ook sneller denken van, ja, maar op internet zag ik dit en dit. Dit kan ik ook. Maar dat lukt mij niet, dus ik ben een mislukkeling. Dus dat is ook weer een beetje de, de, de ballast van, van social media die meedrukt, denk ik. En ja. En ik denk in die zin, dat mes snijdt ook aan twee kanten. Dus je hebt aan de ene kant de ontvanger of de kijker op bijvoorbeeld Instagram, wat heel erg gericht, gericht is natuurlijk op uh, schone schijn en, uh, en, 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 en in, in kleine hoeveelheden gematigde kwetsbaarheid. En dat moet je dan ook alweer perfect neerzetten... dat het ook wel weer uh, goed zou landen. Maar hey, dus dat, dat tegelijkertijd de kijker van Instagram... die denkt ze van, hé, hey, die hebben huisje, boompje, beestje, goede baan... allemaal prestaties en allemaal van... hé, hey, ik heb deze opleiding gehaald en die opleiding. Dus dat je dat, dat, dat heel erg bij jezelf triggert van... hé, hey, ik vergelijk me met jou en ik kom er eigenlijk een stuk lager uit. Alleen tegelijkertijd die mensen die al die positieve dingen posten... Die hebben we tegelijkertijd waarschijnlijk ook een kans om zich een imposter te voelen. Want ze doen zich voor op, op social media. Alsof alles goed en geweldig gaat met je, met je werk en je prestaties en je nieuwe producten. Maar tegelijkertijd weet je zelf ook dat, uh, dat het uh, een groot deel van de tijd ook, Dat je ook kritisch bent op jezelf en het zelf ook helemaal niet zo goed voelt. Terwijl je het wel zo laat zien. Dus dan voel je misschien ook een bedrieger van je eigen online identiteit. Want die online identiteit, daar gaat het wel allemaal goed. Terwijl puntje web. Faaltje. Ja, misschien heb je zelf ook last van een interne criticus... of een laag zelfbeeld, of heb je het gevoel dat je faalt... of je bent één van die vijf types. Ja, dus, 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 dus het zou ook natuurlijk kunnen zijn dat ze naar externe validiteit zoeken... omdat ze dat intern missen. Ja. En dat is eigenlijk wat ook een beetje de core of this problem is... dat je die validiteit naar jezelf toe, die mis je. Ja, zeker. Je, je kan niet tegen jezelf zeggen van, hé, hey, Chris... Uh, dat jij nu die patiënt met astma hebt geholpen, dat heb je super gedaan. Je hebt gedaan wat jij kon doen. En dat heb je binnen jouw perken goed gedaan voor iemand die twee maanden hier werkt. Ik noem maar wat. Dus dat zou natuurlijk ook mee kunnen spelen. Maar wat voor, uh, ja, hoe zou je dit kunnen benoemen? Wat voor verleden moet je hebben meegemaakt dat je een typische imposter wordt? Ja, dus daarin kom je eigenlijk veel meer van: hé, hey, je hebt die imposter. Laten we er even vanuit gaan dat je dat gevoel en die ervaring hebt, terwijl je daar objectief gezien geen reden voor hebt. En dan wil je eigenlijk veel meer teruggaan van, hé, hey, wat maakt nou eigenlijk dat je dat gevoel hebt, dat gevoel dat je minder presteert of het gevoel dat je door de mand valt of het niet goed kan? En als je dan dieper gaat kijken, als je dan echt naar je eigen kern toe gaat, dan merk je vaak inderdaad dat dat een combinatie is van hey, dingen die je vroeger hebt meegemaakt in je jeugd, bepaalde patronen en bepaalde persoonskenmerken. En wat je vooral heel vaak ziet is een beetje die perfectionistische neiging dat je denkt van, hé, hey, ik heb intern het gevoel, ik doe het niet goed. Of misschien ik ben zelfs niet goed genoeg. En je hebt dan eigenlijk verschillende opties die je hebt als je dat gevoel hebt. Je kan heel erg gaan overcompenseren. Als je denkt van, hey, ik heb het gevoel dat ik het niet goed genoeg doe. Maar als ik maar hard genoeg werk en als ik het super doe, dan haal ik dat gevoel bij mezelf eigenlijk weg. Dat is een beetje de superman vibe. En Je kan ook bijvoorbeeld hebben dat je dat gevoel van niet goed genoeg zijn, dat je dat heel erg uit de weg gaat. Dat je eigenlijk situaties gaat vermijden. Eh, dat je denkt zo van, hé, hey, um, eigenlijk zit er best wel veel in mijn mars... en kan ik misschien objectief gezien best wel veel... maar in plaats van dat ik uh, zoals Einstein natuurkundige word... ik word gewoon een boer, want uh, ik val toch door de mand. Dus dan liever uh, met mijn aardappelen dan uh, als natuurkundige... Uh, de grootste van het land en de wereld later. En het laatste wat, wat ook een strategie kan zijn... is dat je zo erg overtuigd bent in... Dat je het eigenlijk niet goed genoeg doet, dat je eigenlijk alles een beetje half gaat doen. Dus hè, je zit misschien wel op die functie van bijvoorbeeld een manager. En dan je denkt: ja, het heeft toch niet zo heel veel zin, ik doe het toch niet zo goed. En dat je dan eigenlijk alles met 50% energie doet. En dat je jezelf zo erg eigenlijk onderwaardeert. Dat je niet komt bij het punt waar je kan komen, omdat je jezelf de hele tijd actief aan het blokkeren bent. om het werk erin te stoppen voor een bepaald resultaat. Ja, ja, en dat komt allemaal natuurlijk ergens vandaan. Hè? En, en, en dat komt uit je kern. Dus wat we ook vaak zien bij mensen die we helpen met onder andere impostersyndroom. Want we hebben best wel wat cliënten ook met imposter-syndroom. We zien dat dat vaak iets te maken heeft met de kern. Een bepaalde bejegening van je ouders naar jou toe. Bepaalde culturele opvatting, bepaalde dingen uh, waar je op bent afgekeurd. Dus allerlei verschillende patronen die ervoor zorgen dat jij een bepaald impostersyndroom vandaag de dag hebt. En we zien ook vaak dat als je eenmaal inziet waar dat vandaan komt. Dat je vanuit die hoek dat ook kunt hertrainen. Want Imposter syndroom is eigenlijk heel simpel gezegd, zijn bepaalde neurale paden. Die geactiveerd worden met een laag zelfbeeld, zelfcriticus daarbij. En, uh, en eigenlijk, ja, je saboteert eigenlijk jezelf. Je kan het nooit goed genoeg doen. En dat is een bepaalde stem die blijkbaar geïnstalleerd is in jouw brein. En dat komt ergens vandaan. Dus uit je kern. En met het kenteject zoeken we dus kijken we dus naar waarom jouw brein eigenlijk dit soort patronen creëert. En we kijken waar dat vandaan komt. En we kijken hoe we dat op een gezonde manier kunnen verwerken. En zit je thuis en denk je van, hé, hey, ik heb heel veel last van impostorsyndroom en misschien ook andere klachten of patronen, dan is het kerntraject misschien ook wel interessant voor jou. En wil je daar meer informatie over vinden, kun je dat vinden op www.christianage.nl slash En mocht het interessant klinken, kun je dan de kerntraject invullen en dan kunnen we meedenken met jou of dat kan helpen voor, jou, uh, voor jouw patronen. En wat ik ook heel interessant vind, is dat, bepaald, dat er ook bepaalde culturele aspecten zijn. Bij mensen dus wat ik in mijn omgeving bijvoorbeeld vaak zag, en dat, dat, dat is gewoon wat bij mij opvalt, en dat zegt niks over die bevolkingsgroep, maar bijvoorbeeld Aziaten, Chinezen, valt mij toch wel op dat um, hoeveel, ja, hoeveel vrienden heb ik? Ik denk zes mensen in mijn leven, in mijn omgeving, die, uit die, uit, die uh, ja, uit die hoek komen, om het even zo te noemen. En het viel me altijd op dat ze hele strenge ouders hadden. Hele strenge, kritische ouders. En die ouders die hadden allemaal zoiets van je moet gewoon werken, want er moet geld op tafel komen en je moet het zo goed mogelijk doen. Ja. Nou ja, als ik na nou, vandaag de dag kijk naar die vrienden, het zijn allemaal imposters. Ze zijn allemaal eindeloos aan het overcompenseren. En, 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 en wat ik dan ook, als je dan met ze praat, ook merk van dat ze allemaal zoiets hebben van ja, maar pff, doe ik het wel goed genoeg. Dus, dus ik kan me ook voorstellen dat als je altijd vanaf vroeger hebt gehoord van dat je bepaalde dingen perfect moet doen dus een beetje de perfectionisme-route opgeduwd wordt... of als jou verteld is van... hé, hey, je doet het allemaal niet goed genoeg... wat ben je nou weer aan het doen? Je bent, uh, je, je, je bent een mislukkeling, je bent dit of dat. Dat dat ook bepaalde um, traumas, om het even zo te noemen... we willen niet de ouders beschuldigen... maar het zijn wel bepaalde onbewuste, langdurige traumata... waardoor mensen toch een bepaalde patroon aangeleerd krijgen. En dat is dus het impostorsyndroom. Ja, dus dat is inderdaad heel interessant. Hè? Dus op het moment dat je... Last heb van uh, bepaalde klachten in het hier en nu. En als je dan inderdaad teruggaat naar je kern, van hé, hey, waar komt dat vandaan? En wat je noemt is inderdaad wel een mooi voorbeeld hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen gaan. En in dit geval zeg je van hé, hey, dat heeft wat links uh, met culturele uh, opvattingen, maar ook inderdaad het stuk van hé, hey, hele hoge eisen vanuit je ouders, of heel erg de druk op prestatie. Of bijvoorbeeld hè, ook bijvoorbeeld het idee van hé, hey, je moet per se VWO gaan doen je krijgt een HAVO-VWO-advies en dat de ouders in tranen en tuiten dan bij de leraar komen van hé, een HAVO-VWO-advies, mijn kind die is echt slim genoeg om VWO te doen. En dat daarin dus eigenlijk zo erg de druk wordt gevoerd van hé, hey, jij moet presteren, jij moet dat niveau aankunnen. En, 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 ja, en dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet zo te zijn, van, hè, dat je direct hoort van hé, als je dat niet haalt, dan zijn wij niet trots op je. Of als je dat niet haalt, dan vinden wij je een mislukking. Um, maar dat is toch iets wat je als kind wel meekrijgt. Je krijgt als kind wel mee van, hé, hey, dit is een beetje wat van mij verwacht wordt. Eh, dat heb je ook soms bij kinderen waarbij uh, de hele familie bijvoorbeeld arts is. Dan word je als, als het ware voorgesorteerd om ook arts te worden. En dan als je misschien denkt van, hé, hey, maar ik hou heel erg van chocolaterie. Ik wil lekker bonbons gaan maken, dat je gewoon eigenlijk aan alles merkt van, hé, hey, dat wordt echt niet geaccepteerd in mijn uh, familie, want ik moet arts worden, dat is het pad dat voor mij is uitgestippeld. En op het moment dat ik daarvan afwijk, of omdat ik het niet wil, of omdat ik het misschien niet kan, hè, dan, dan dat, dat, dat daar een teleurstelling voor gaat volgen. Ja, je hebt dan waarschijnlijk, uh, omdat je dus in je chocolateriebubbel zit, moet dat zo groot zijn dat dat impact maakt op je familie. En als je die mega-verwachting niet waar kunt maken. Dan, dan voelt het als een teleurstelling. Ja, en wat hierin ook um, interessant is, kijk, eh, kijk dus de, het perfectionisme, dat wat je over kan nemen van je ouders of wat je direct of indirect hebt geleerd en de hoge normen eh, op het moment dat je bepaalde cijfers haalt en dat je dan pas waardering krijgt. Dat zijn allemaal eh, oorzaken vanuit de kern, vanuit de overtuigingen, die je natuurlijk voorsorteren op latere klachten als impostersyndroom. Maar soms is het dus ook zelf zo, en dat vind ik altijd wel heel interessant. Kijk, stel je voor, je hebt een gezin met vier kinderen. En stel je voor, um, stel je voor drie van die vier kinderen, stel je voor alle vier gaan naar de Unie of uh, drie gaan naar de Unie en jij gaat naar HBO. Hè? Objectief gezien, als jij HBO doet en al jouw uh, broers en zussen gaan naar Uni, objectief gezien is iedereen bovengemiddeld slim. He, als je, en, en met slim bedoel ik gewoon in dit geval boeken slim, je doet een IQ-test, je kijkt wat is het gemiddelde van Nederland en zit je op dat gemiddelde boven het gemiddelde of ver boven het gemiddelde. Mm -hmm. he? uh, maar diegene die bijvoorbeeld HBO gaat doen, he, of die misschien net iets lager IQ heeft in deze context, die kan misschien onbewust opvatting krijgen van hé, hey, ik ben dom. En de enige reden dat dat kind misschien de opvatting kan krijgen van hé, hey, ik ben dom of omdat hij zich misschien met zijn natural genius broer of zus aan het vergelijken is... of met andere broers of zussen aan het vergelijken is. En dat door die sociale vergelijking met broers of zussen... wat je misschien je hele leven hebt meegemaakt... en de ouders die dan bij die broer of zus zeggen... oh, helemaal of haar gaat alles makkelijk af, wat fijn, wat goed, wat doe je het goed op school... en jij bent degene die hard moet werken of extra zijn best moet doen... dan voelt dat toch heel erg intern, kan dat echt als een tekortkoming voelen. Want je voelt, hebt het gevoel van... Hey, ik voldoe niet aan de eisen of ik ben dom, of hé, ik doe het niet goed genoeg. Dus ik moet harder werken om wel op dat niveau te komen. Terwijl als je even uitzoomt, zeg voor jij bent diegene die hbo heeft gedaan. En jouw hele familie heeft eh, überhaupt nog geen vervolgonderwijs gevolgd. Of uh, je zit op mbo 1, mbo 2 of mbo 3. De hele familie is bijvoorbeeld kapper. Hè, op het moment dat jij dan aankomt van hé, hey, ik ga hbo doen, ik ga commerciële economie doen, ja, dan vergeleken met je familieleden, dan ben je opeens van... wow, wat slim. Jij gaat commerciële economie doen, je gaat misschien wel een bedrijf starten. Oh, wat goed, wat geweldig. Wat ben jij slim? En wat ik hier eigenlijk mee bedoel te zeggen, hè, dit zijn gewoon, hè, natuurlijk gewoon voorbeelden, maar gewoon de interne overtuiging van, hé, hey, ik doe het goed, ik doe ertoe, ik ben slim of ik ben dom. Of uh, hè, dat, dat heeft volledig te maken met hoe jij eigenlijk naar jezelf bent gaan kijken aan de hand van waar je bent opgegroeid. Waarbij ouders natuurlijk een grote factor zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat een leraar je onder of overschat, of dat bepaalde vriendjes hetzelfde of een ander niveau hebben. En het heeft dus eigenlijk niks te maken met of je objectief gezien um, ja, een hoge of een lage score behaalt op een IQ-test. Het is puur hoe interpreteer jij jezelf ten opzichte van jouw kleine bubbeltje. Ja, het is super interessant. Het, uh, mijn, mijn brein is heel associatief hoor, maar het doet me denken aan een stukje tekst uit een nummer van L Labyrinth. En die zei, put your wall so high that nobody can climb it. Dat is een beetje wat je hier dus eigenlijk ook zegt. Sommige mensen leggen die lat zo hoog dat het onmogelijk is om daaraan te voldoen. En daardoor verlies je altijd. Dus stel je bouwt een, een muur zo hoog. Dat je, dat je op een nu ook denkt van ja, ik kan dit nooit beklimmen, ik kan dit nooit succesvol uh, opkomen. want dat is onmogelijk. Dus ik faal. Terwijl je ook je muur wat lager kunt bouwen en dan er wel overheen kunt komen. En dan kan je denken van hé, hey, wat goed van je. Ik ben trots op je, wat heb je dit goed gedaan? Maar dat je die muur of die lat zo hoog legt, is natuurlijk ook aangesproken. Dus het komt door je omgeving, natuurlijk ook, en in hoe jouw brein erop gereageerd heeft en je saboteert eigenlijk jezelf. En dat is gewoon zo sneu, ook bij de imposters. Dat ze zichzelf dusdanig saboteren, zo streng voor zichzelf zijn. En dat je je toch moet afvragen: hé, hey, waar komt dat nou vandaan? Waarom, waarom ben ik zo streng voor mezelf? Waarom is het nooit goed genoeg? Waarom heb ik het idee dat ik iedereen aan het bedriegen ben? Terwijl op papier, als ik het zou vragen in een omgeving, iedereen tevreden met me is. Ja. Daar is dus iets gaande. En, en, en daar kun je dus wel uitkomen. En dan ook als we kijken van, hey, de, naar de vraag: van ik heb last van impostorsyndroom, eh, hoe kom ik hier vanaf? Ja. Ja, je moet terug naar je kern kijken, waarom je zo bent. Ja, absoluut. Ja, dus echt kijken van, hey, begrijp ik waarom ik dit heb? Hè? Een eerste check is altijd goed om te kijken van, hé, hey, ik ervaar eh, syndroom, Is dat logisch? Hebben me andere mensen in een vergelijkbare situatie hetzelfde? We hebben net hebben geconstateerd, nou, je eerste paar maanden als arts of psycholoog, dan is dat eigenlijk wel normaal. Hè? Dan zou je het misschien geen syndroom moeten noemen, maar gewoon een reality check. Mm -hmm. um, maar inderdaad, ga bij jezelf na van hey, is het logisch dat ik dit zo ervaar. Is dit zo vergelijkbaar met de mensen in mijn omgeving in dezelfde situatie? Heb ik dat meer of minder? En inderdaad, als je dat ook na na je inwerktijd of als je al langer in een functie zit, hè, als je het gevoel hebt van hé, hey, ik presteer minder. Ik ga door de mand vallen. Ga onderzoeken waar dat vandaan komt. En ga graven naar je kern. En ga erachter komen van hé, hey, wat maakt nou eigenlijk bij mij dat ik zo streng ben voor mezelf en dat ik mijn. Prestatie zo onderwaardeer. Wat maakt nou bij mij dat op het moment dat ik wel een prestatie lever of een compliment krijg, dat ik het dan allemaal wegwuif? Maar als je één fout maakt in je hoofd, dat je daar dus al je aandacht aan gaat geven. Dus ja, als het goed gaat, dan komt het door externe factoren, maar als het fout gaat, dan komt het door mij intern, want ik ben toch de imposter, dus vroeg of laat zou ik toch door de mand vallen. Dus daar moet je echt graven. Daarin moet je echt bij jezelf gaan kijken van waar komt dit vandaan? En Wees ook niet bang om dan bepaalde patronen naar boven te laten komen. En ook voor jezelf te erkennen van hé, hey, zo heb ik me dus inderdaad gevoeld. Zo was dat voor de kleine ik, die bepaalde ja, situaties heeft meegemaakt. Ja, nou, dus ben je een imposter, herken je hierin dat je ook een hele grote interne criticus hebt. Jezelf het lagers en het nooit goed genoeg is. En um, dan zou het kerntraject heel interessant voor je kunnen zijn om te kijken vanuit jouw kern waarom jij bent hoe je vandaag de dag bent en hoe je die patroon moet doorbreken. Nou, Meer informatie kun je vinden op christenhuis.nl/slash kerntraject. De linkjes zal ik ook hieronder in de beschrijving plaatsen. Oké, okay, ik denk dat we de vraag wel hebben beantwoord. Dus dat je terug moet naar de kern en uh, vanuit daar moet kijken wat de oorzaak is, en vanuit daar ook moet gaan verwerken. Um, heb jij nog een tip van de week voor de mensen, voor de imposters? Voor de imposters. Nou, mijn tip voor de week voor de imposter zou, denk ik, zijn de volgende drie vragen te beantwoorden. Ten eerste van, hé, hey, ben ik een imposter of niet? En is dat logisch in mijn context? Hè? Dus eh, geef aan jezelf toe van, hé, hey, ben je diegene in zijn inwerktijd en hè, heb je gewoon even wat tijd nodig om ingewerkt te worden? Of zit het iets dieper? Hè, ook, eh, geef daarin ook um, als, als tweede, zou kijken van, hé, hey, is, is er een type imposter dat je daarin herkent? En laat het ons ook vooral weten in de comments. We zijn heel erg benieuwd uh, of je een bepaald subtype-imposter... of in je onderbewustzijn of zo dat resoneert. Als je denkt, hé, hey, als je dat type noemt, dan denk ik van, hmm. Kun je het nog even herhalen? Ja, dat zijn de, de perfectionist. Hè? Dus degene die wil voorkomen dat je faalt. Hè? De superheld. Degene die denkt van, hé, hey, ik moet harder en harder en harder werken... en dat er eigenlijk geen natuurlijke rem op zit. Uh, de expert. Dus degene die denkt zo van, hé, hey, ik moet alles weten... en als ik één ding niet weet, hè, dan, uh, dan ben ik een fraudeur. Solist die denkt: Ik moet alles in mijn eentje kunnen en om hulp vragen is een teken van zwakte. Of vijf het is natural genius. Namelijk, alles moet moeiteloos gaan, of anders dan maak ik er ook een potje van. Ja, dus laat vooral weten welke je van deze vijf bent in de comments. En uh, ja, ik ben, uh, ben ook heel benieuwd wat voor imposters we hebben onder, onder, onder onze luisteraars. Ja, en als laatste zou ik dan, hè, als je dat subtieve hebt, dan zou ik eigenlijk adviseren: ga naar de kernbundel toe. Hè? Dus www.chrisnaisje.nl slash kernbundel. En dan kan je alvast wat eerste linkjes gaan leggen van... hé, hey, dat impostersyndroom, hè, is dat iets wat op zichzelf staat... of gaat dat samen met andere klachten? Denk bijvoorbeeld aan angst of somberheid of een laag zelfbeeld. Hè? Vul dat dan in en ga kijken bij jezelf al ga vast graven van... hé, hey, snap ik waarom ik dit heb? Hè? Uh, er, wanneer is dat ontstaan? Wat heb ik meegemaakt in mijn leven? Wat voor een associaties heb ik daarbij? En die die kan je daarin op weg helpen... om alvast te beginnen met richting die kern toe te gaan. Ja. Nou, de linkjes staan in de beschrijving. En uh, ja, leuk, leuk, uh, leuke tip van de week. Ik denk dat uh, de luisteraar alvast uh, aan de slag kan. Nou, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid weer, Aisha. En uh, voor jou als luisteraar ook weer bedankt voor het luisteren. Vond je dit een interessante aflevering en heb je er wat van opgestoken? Vergeet dan niet vooral deze aflevering ook te beoordelen. Dat zorgt ervoor dat deze aflevering ook bij mensen terechtkomen. Die dit ook misschien ook nodig hebben op dit moment. En um, mocht je ook ons willen supporten en deze podcast willen ondersteunen, dan kan dat door deze podcast te delen. Je kan gewoon een link van onze podcast weer delen, bijvoorbeeld op je Instagram, op je Facebook of waar dan ook. En dat zorgt ervoor dat meer mensen uiteindelijk bij deze podcast terechtkomen en geholpen kunnen worden. Voor nu wil ik zeggen bedankt nogmaals voor het luisteren en tot de volgende week, dan maar weer.